Nogmaals welkom bij het webinar Kijk niet weg op school, de rol van het onderwijs in het signaleren van VGV. Mijn naam is Jena Sauw en ik werk bij VAROS. Ik werk op het Focal Point bij VAROS. En VAROS is het expertise gezondheidsverschillen en ook al vele jaren Focal Point meisjesbesnijdenis. En dat betekent dat wij ons inzetten op het voorkomen van meisjesbesnijdenis, het organiseren van goede zorg voor vrouwen die zijn besneden, en het verzamelen en verspreiden van kennis rondom VGV. En dat doen wij natuurlijk niet alleen, dat doen wij met allerlei partners, waaronder EFSAN, de Federatie van Somalische Associaties Nederland, GGD'en, Veilig Thuis en Medische Beroepsverenigingen. Nou, goed om te zien dat jullie ook vandaag weer met zoveel aanwezig zijn bij dit webinar. Zoals ik net ook al aangaf, het webinar wordt opgenomen en is later te vinden op ons YouTube-kanaal, zodat het kan worden teruggekeken. En dit is het eerste webinar van dit jaar. In ons vorige webinar, eind november, blikten we terug op bespreekbaar maken van VGV. En dat deden we vanuit een gedragsveranderingsperspectief. En vandaag hebben we het over de rol van het onderwijs. En dat onderwerp komt eigenlijk niet uit het niets. Rondom vakantieperiode vragen wij namelijk altijd extra aandacht om alert te zijn op signalen van VGV. Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt, loopt in die periode namelijk extra risico om besneden te worden. Op bijvoorbeeld familiebezoek. En op onze website hebben wij verschillende praktische instrumenten staan voor professionals om daar extra alert op te zijn. En eigenlijk de tweede reden waarom we vandaag het hebben over de rol van het onderwijs is omdat het, zoals verschillende van jullie zullen weten, een aantal weken geleden op 6 februari Zero Tolerance Day was, de internationale dag tegen meisjesbesnijdenis. En ook daarin spraken we over de rol van het onderwijs en jongeren in het tegengaan van VGV. En uit verschillende presentaties van sprekers, maar ook uit de workshop, kwam naar voren hoe belangrijk het onderwijs eigenlijk is in de preventie van meisjesbesnijdenis. Zij staan heel dicht bij de kinderen en zien wat er speelt en ook wanneer het gedrag eventueel verandert. Nou, vandaag gaan we daar wat dieper op in en gaan we het onder andere hebben over de signalen. Ik zal zo meteen beginnen met wat achtergrondinformatie over meisjesbesnijdenis. Vervolgens gaan we in op wat zijn de signalen. En in het tweede deel gaan we in gesprek met Lotte Peters en Sabine van den Broek. Ik kan me voorstellen dat er naar aanleiding van dit verhaal vragen binnenkomen bij jullie. Deze mogen jullie stellen in de chat en aan het einde van het webinar zullen we daar aandacht aan besteden. Nou, om te kunnen signaleren is het eigenlijk allereerst heel erg belangrijk om basiskennis over meisjesbesnijdenis te hebben. Er zullen vandaag mensen aanwezig zijn die al meerdere webinars hebben gevolgd en wel bekender zijn met het onderwerp. Maar er zullen vandaag ook wat nieuwe mensen aansluiten. Dus voor de volledigheid geef ik jullie graag eerst wat achtergrondinformatie over meisjesbesnijdenis. Want waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou, meisjesbesnijdenis is het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de externe vrouwelijke geslachtsorganen en ander letsel aan deze organen zonder medische noodzaak. En in de praktijk zullen daar best wel wat verschillende woorden voor worden gebruikt. Dus soms hebben we het over meisjesbesnijdenis, soms hebben we het over vrouwelijke genitale verminking. In Nederland is meisjesbesnijdenis verboden en valt het onder kindermishandeling. En eigenlijk om de ernst daarvan aan te geven, gebruiken we in officiële documenten het woord vrouwelijke genitale verminking. Maar in gesprekken met vrouwen of gezinnen zelf gebruiken we liever het woord meisjesbesnijdenis, omdat het woord verminking best wel als een shock binnen kan komen. Nou, waarom wordt dit dan gedaan? Bovenal is het een culturele traditie. Dus dat betekent dat het van generatie op generatie door wordt gegeven. En in sommige culturen een traditie is. En eigenlijk de achterliggende redenen van waarom dit gebeurt, kunnen heel erg verschillen. Soms zie je grote verschillen tussen landen, maar ook binnen landen, tussen bepaalde regio's, kunnen de redenen verschillend zijn. Zo kan het een faseovergang zijn om aan te geven dat je van meisje naar vrouw gaat. Het kan status geven in de gemeenschap, de maagdelijkheid van het meisje beschermen, de huwelijkskansen vergroten van het meisje, seksuele genot voor de man vergroten en soms dient het als doel om hygiëne en schoonheid te vergroten. Nou, net zoals de achterliggende redenen voor waarom meisjesbesnijdenis voorkomt, kan ook de leeftijd waarop het gebeurt verschillen.
En ook dit is weer helemaal afhankelijk van lokale tradities en omstandigheden. Over het algemeen zien we dat het meestal gebeurt met meisjes tussen de 4 en 12 jaar. En in sommige culturen gebeurt het ook al een aantal dagen na de geboorte. En migratie kan er eigenlijk heel erg aan bijdragen dat het soms op een andere leeftijd gebeurt dan gebruikelijk is volgens traditie. Waardoor het soms ook bij getrouwde vrouwen en volwassen vrouwen voorkomt. Nou, misschien zijn jullie wel bekend met de gevolgen. Deze kunnen heel erg verschillend zijn en kunnen heel erg verschillen van vrouw tot vrouw. Op de korte termijn zijn dit de gevolgen die voor kunnen komen: extreme pijn, klachten van de urinewegen, overmatig bloedverlies, genitale zwelling, kans op infectie, shock en kans op overlijden. En als je kijkt naar de lange termijn, ook daarin. Sommige vrouwen ervaren ontzettend veel klachten, terwijl andere vrouwen aanzienlijk minder klachten ervaren. Dus ook dat is weer heel erg verschillend. Maar ook hierin zien we over het algemeen dat vrouwen last kunnen krijgen van een pijnlijke en langdurige menstruatie, klachten van urinewegen, chronische pijn in de onderbuik, littekenvorming, moeilijk inwendig onderzoek, pijn tijdens seksueel contact en een moeizame bevalling. En heel vaak hebben we het over die lichamelijke gevolgen, omdat er eigenlijk iets met het lichaam gebeurt. Maar voor sommige vrouwen is het ook op psychosociaal gebied, heeft het ontzettend veel consequenties. En daarbij kun je denken aan angststoornissen, depressieve klachten, posttraumatische stressstoornis en een negatieve invloed op de seksualiteitsbeleving. Nou, misschien nog wel net zo belangrijk, over welke landen hebben we het dan eigenlijk? Dus waar komt dit voor? Meisjesbesnijdenis is een traditie in 31 landen, waaronder in verschillende landen in Afrika, maar ook in Jemen, Irak en Indonesië. En naast eigenlijk verschillen tussen landen zie je ook verschillen binnen landen. Dus in sommige landen vindt het bijna overal plaats, terwijl het in andere landen echt heel specifiek in bepaalde regio's voorkomt. De WHO stelt dat 200 miljoen meisjes en vrouwen in de wereld zijn besneden. En dat zo'n 3 miljoen meisjes elk jaar het risico lopen om besneden te worden. Nou, hier nogmaals de landkaart. Je ziet dat het voornamelijk voorkomt in landen in Afrika, maar dus ook in Indonesië, Jemen. Nou, hoe zit dat dan in Nederland? In Nederland zijn naar schatting 41.000 vrouwen besneden. En 15.000 van deze vrouwen hebben een type 3 besnijdenis ondergaan. En in Nederland zie je eigenlijk dat 82% van de besneden vrouwen afkomstig is uit de 6 landen: Irak, Soedan, Eritrea, Ethiopië, Egypte en Somalië. En naast deze vrouwen lopen er naar schatting de komende 20 jaar 4200 meisjes het risico om besneden te worden. Dus die aantallen die laten eigenlijk wel zien hoe belangrijk het is dat er goed wordt gesignaleerd, dat we bezig gaan met preventie en dat dus ook in het onderwijs. Nou, dit was echt in een notendop eigenlijk basisinformatie die je kan helpen om wat meer over de traditie meisjesbesnijdenis te weten, maar ook om te weten van waar moet ik nou eigenlijk op letten. En daar ben ik benieuwd naar wat jullie eigenlijk al weten rondom signalen waar je alert moet zijn, op moet zijn. Dus ik zou jullie willen vragen om naar menti.com te gaan. Kan ook via de QR-code die in beeld is. En om de code te gebruiken en daar de vraag te beantwoorden. Wat zijn de signalen van een dreigende meisjesbesnijdenis? Dus waar moet je eigenlijk op letten?
Nou, ik zie inderdaad dat de eerste antwoorden al binnenkomen. Ik zie hier vooral groot in beeld komen angst, familiebezoek, de leeftijd, vaak ziek. Reis naar het land van herkomst, hè? Ja. Nou, dat zijn inderdaad de signalen over het algemeen waar het goed voor is om alert te zijn, zeker ook in de klas. Het gaat onder andere inderdaad over die gedragsverandering. Zie je dingen die anders zijn, ook op een bepaalde leeftijd. Goed. Dan een volgende vraag. Wat zijn signalen waar je alert op moet zijn, mocht er nou een meisjesbesmijdenis uitgevoerd zijn? Dus dat zit wat minder in de preventieve kant, maar mocht het nou toch al zijn gebeurd? Ja, ook hierin weer veel bekende signalen. Teruggetrokken buikpijn, pijn, ook weer de angst die net ook naar voren kwam bij het preventieve stuk. Veel ziek zijn, lang op de wc blijven. Ja, nou, jullie zijn in ieder geval goed op de hoogte van waar je nou precies op moet letten, dus waar je alert op moet zijn. Rondom de vakantieperiodes delen wij ook altijd een signaalwijzer, waarin eigenlijk deze signalen ook naar voren komen. Die laat ik graag nog even zien. Daarin zie je ook dat er eigenlijk onderscheid wordt gemaakt tussen de dingen waar je op moet letten op het moment dat het wat meer preventief is. Hè? Dus als bijvoorbeeld een gezin naar het land van herkomst op vakantie gaat, of als het meisje bijvoorbeeld zelf voorzichtig iets loslaat. En ook waar je op moet letten als het nou een recent uitgevoerde besnijdenis is. En dan als laatste vraag, zullen je ongetwijfeld wat professionals vanuit het onderwijs ook zitten. Maar eigenlijk een vraag voor iedereen: wat is nou precies de rol van professionals in het onderwijs als het gaat over het tegengaan van meisjesbesnijdenis volgens jullie? Nou, ook hier weer allerlei verschillende antwoorden, hartstikke goed. Ik zie vooral heel groot staan signaleren, het bespreekbaar maken, luisteren, informeren, het gesprek aangaan, alert zijn, sensitief zijn. Nou, hartstikke goed. Om het wat verder te hebben over die rol binnen het onderwijs, ga ik heel graag in gesprek met Lotte Peters. Lotte Peters werkt zelf in het onderwijs en met haar gaan we kijken van nou, wat hoort nou eigenlijk wel bij een professional binnen het onderwijs en wat niet? Ja. Nou, Lotte, fijn dat je daar bent. Zou jij jezelf voor willen stellen? Zeker. Ik ben Lotte Peters en ik werk al een tijdje als orthopedagoog binnen het onderwijs op verschillende middelbare onderwijsscholen. En wat doe je precies, zeg maar, als orthopedagoog binnen het onderwijs? Ja, je rol is vrij breed, maar je houdt je vooral bezig met gesprekken met zowel ouders, leerlingen als collega's. Ook veel advies geven, ook signaleren van problemen en een stukje diagnostiek en begeleiding. Ja, en eerder vertelde je mij dat jij ook in een, moet ik het goed zeggen, ondersteuningscoördinator-team zit. Zou jij daar wat meer over willen vertellen? Ja, een ondersteuningsteam. Ja, elke school heeft eigenlijk zijn eigen ondersteuningsteam.
Daar zitten verschillende medewerkers in, dus vaak een ondersteuningscoördinator die de boel coördineert, schoolmaatschappelijk werk en dan meerdere mensen die leerlingbegeleiding geven, dus ambulant begeleiders of een RT'er of een expert hulpbegaafdheid, dat soort dingen. En als ondersteuningsteam bied je dus de ondersteuning binnen je school aan. Dus de ondersteuningscoördinator die kijkt eigenlijk naar wat voor vragen hebben we, wat speelt er. En dan probeer je dat met elkaar zo op te pakken. En dat kan zijn individueel of in groepjes of door scholing te bieden aan de docenten. Ja, ja. En als het nou specifiek gaat over VGV, want we hebben het er net al even over gehad en we hebben het gezien. Wat zie jij dan als rol van professionals binnen het onderwijs? Ja, dat is dus natuurlijk een lastige vraag. Ik denk dat net zag ik staan, mensen zouden signaleren, bespreken en melden of informeren. Ik denk dat dat wel een goede samenvatting is. Alleen het signaleren is natuurlijk lastig. Ik denk dat het onderwijs, primair en voortgezet onderwijs, een hele grote signalerende rol hebben als het niet goed gaat met leerlingen, omdat je leerlingen natuurlijk heel veel ziet. Dus die signalerende rol is heel groot. En dan specifiek voor VGV, ja, dat vind ik een moeilijke. Daar hebben we het over gehad, dat is denk ik lastig. Ja. Maar ik denk wel inderdaad, als de signalen er zijn, dat je dan gaat bespreken en gaat informeren of gaat melden. Ja. En heb jij het idee dat er voldoende, nou ja, kennis en vaardigheden zijn om alert te zijn op die signalen? Ja, vind ik moeilijk inschatten, maar ik denk dat de kennis niet heel groot is. Ik was dus laatst op 6 februari was ik erbij en daarvoor was mijn kennis eigenlijk ook niet. Niet heel groot, buiten dan langere vakanties, dat ik dan dacht, oh ja, dan moet je even opletten. Maar ja, dan ben je natuurlijk niet meer preventief aan het signaleren. Dus ik denk dat angst altijd wel een signaal is wat je als school, nou ja, wat je merkt, wat docenten merken, wat een mentor merkt, wat je oppakt. En ziekteverzuim. Daar hebben scholen vaak ook wel een protocol voor liggen, hè? Dat je bij zoveel ziekteverzuim in gesprek gaat en dat je naar de GGD gaat, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat soort dingen signaleer je wel, maar dan zijn het natuurlijk nog vrij brede signalen. Ja. En wordt dat dan ook wel gekoppeld met meisjesbesnijdenis? Zeg maar dat bijvoorbeeld wat je zegt, er is wel een alertheid op angst, op ziekteverzuim, maar wordt daar dan ook die koppeling met meisjesbesnijdenis gemaakt? Ja, als er dus geen kennis is, dan denk ik het niet. Maar ik denk als je bijvoorbeeld een ondersteuningscoördinator hebt, en nou die een keer van jullie een webinar gevolgd heeft, en je hebt iemand binnen je school die daar wat kennis van heeft, dan denk ik misschien dat die koppeling wel gemaakt kan worden. Of als een GGD betrokken is bij je ondersteuningsoverleg, wat bij ons zo is, hè. We zitten 1 keer in de 6 weken samen met onze partners en dus ook met de GGD, dat die daar wel alert op kunnen zijn. Ja, dus eigenlijk zeg je, het is heel belangrijk om toch wat van die basiskennis te hebben om uiteindelijk ook die signalen te herkennen in de klas. Ja, en dan is natuurlijk een beetje de vraag, waar wil je die basiskennis hebben? Is het voldoende als ondersteuningscoördinator er iets van weet, of als de orthopedagoog er iets van weet? Ja. Of moet iedereen dat weten? Ja. En hoe zouden we ervoor kunnen zorgen? Want in een eerder gesprek had je het er ook over. Hè, dat er ligt eigenlijk al zoveel bij docenten en ze moeten al zoveel. Ook in het signaleren. Hoe zouden we er dan toch voor kunnen zorgen dat ook docenten daar eigenlijk wat meer kennis over kunnen krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dus dat als je in je ondersteuningsstructuur van je school hebt, dat zorgwekkende signalen bij de juiste personen terechtkomen. En dat je moet zorgen dat die personen daarvan weten. Dus dat een verzuimcoördinator weet, hey, een aanvraag voor bepaalde landen voor een langere zomervakantie. Hey, misschien moeten we eens even kijken, zit dit goed? Ja. Of een NT2-docent die hoort, hey, langere zomervakantie, misschien moet ik daar iets van weten. Dus dan heb je toch je kernpersonen die daar misschien iets meer over moeten weten. Ja. Dus eigenlijk zeg je, zorg dat de kennis bij de juiste personen binnen die school zijn, zodat het ook weer verder in gang kan worden gezet. Ja. Ja, nou mooi. Heb je nog tips die je mee zou willen geven Aan? aan de professionals hier in het onderwijs? Oh, nou, ik denk als je. Dat je, als je zorgen hebt, dat je ze altijd moet uiten. En dan verschilt het een beetje per school, hè, waar dat dan ligt.
Maar als je niet pluisgevoel hebt, kijk dan even bij de mentor of bij de waar dan ook. Geldt denk ik voor alles. Geldt ook voor ja, wat er ook allemaal niet speelt op middelbare school. Ja. Dat denk ik. Oké. Nou, mooi. Heel erg bedankt voor dit gesprek. We gaan aan het einde nog even terug naar de vragen. Dus wie weet kom je dan nog even terug. Maar dank voor het delen van jouw ervaring. Helemaal goed. Graag gedaan. Mag ik één vraag tussendoor stellen, Jada? Ja hoor. Waarvan ik denk, die is misschien wel handig om die tussendoor te beantwoorden. Omdat die denk ik wel... Dus Anika vraagt, in hoeverre meisjes zelf ervan op de hoogte zijn dat er een besnijdenis gaat plaatsvinden als ze op familiebezoek gaan? Wordt daar openlijk over gesproken? Misschien vanuit Lotte, is dat een signaal wat jij herkent? Dat daar openlijk bijvoorbeeld in de klas over wordt gesproken? Ja, ik heb het hier nog nooit gehoord. Dus dan, ja, daar hadden we het ook over, hè? Toen we elkaar eerder spraken van, hoe kan het nou eigenlijk? Ja, ik heb daar dus niet zoveel van gehoord. Maar ik sprak op die 6 februari sprak ik wel een collega van een andere school. Of dus een andere school. En die zei wel dat het wel eens voorkwam. Maar ja, ik kan daar dus niet echt antwoord op geven. Nee, nee. Nee, mijn Had ik... ervaring is inderdaad ook dat het vrij wisselend is of meisjes hiervan zelf op de hoogte zijn. Dat het in sommige gevallen wel wat meer open wordt besproken, maar dat het heel vaak ook eigenlijk niet duidelijk is dat er een meisjesbesnijdenis mogelijk aan zit te komen. Dus dat vraagt misschien ook wel om wat meer alert te zijn op non-verbale cues en signalen. Maar dat, ook, ja, dat is eigenlijk heel wisselend. Maar dank voor je vraag. Nou, net in het gesprek met Lotte werd eigenlijk wel, kwam naar voren hoe belangrijk het is dat het onderwijs die signalerende rol heeft. Maar ik kan me voorstellen dat het dan ook fijn is om te weten van goh, dan is er gesignaleerd in de klas en wat gebeurt er dan vervolgens met een signaal? En daarvoor ga ik graag in gesprek met Sabine van den Broek. Sabine van den Broek is mijn collega en werkte tevens bij de JGZ. Sabine, zou jij jezelf voor willen stellen? Ja, zeker. Hoi allemaal, ik ben Sabine. Ik doe onderzoek bij VAROS over VGV binnen de jeugdgezondheidszorg. Ik heb zelf ook binnen de jeugdgezondheidszorg gewerkt als jeugdverpleegkundige. En daarin werkte ik in de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar. En was ik ook betrokken bij scholen. Dus ja, ik heb wel enigszins ervaring in het samenwerken met scholen. Ja, en kun je wat, want je zegt dat was ik betrokken bij scholen. Kun je daar wat meer over vertellen? Op welke manier? Hoe zag dat? Ja, iedere verpleegkundige had bij ons in het team had een aantal scholen als verantwoordelijkheid. Dus als de schooldokter bijvoorbeeld op school was geweest en er waren bijzonderheden, dan waren wij, dan was je verantwoordelijk binnen de GGD om nog eens in gesprek te gaan met ouder of het kind nog eens te wegen bijvoorbeeld. Maar daarin had je ook de verantwoordelijkheid om met school te bespreken van hey, wie heeft welke taak nou, wie doet wat, wat kunnen we voor elkaar betekenen. Wij zijn vanuit de jeugdgezondheidszorg zijn we er natuurlijk voor de preventie. En dan kunnen we soms dan kunnen wij op basisscholen bijvoorbeeld al heel veel meer betekenen dan zij in eerste instantie denken. Misschien vertel ik daarover wat meer later. Ja, zeker. Ja. Hey, en als het, we hebben het net gehad hè, over die signalen en over het signaleren in de klas. En waar je alert op moet zijn. Mocht er nou een signaal zo naar voren komen binnen de klas. Hoe wordt dat dan, wat wordt daarmee gedaan, zeg maar, binnen de JGZ? Want jullie zijn verbonden aan elkaar. Ja, nou, het meest ideale scenario is dan eigenlijk dat je de school natuurlijk al kent als jeugdverpleegkundige of als jeugdarts. Dus wat wij altijd adviseren is begin van het jaar even kennis maken met elkaar. Hey, wat hebben we aan elkaar? Wat zijn de verwachtingen van elkaar? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? En volgens mij besprak Lotte net ook dat ze iedere 6 weken een overleg hebben waarbij de GGD ook betrokken is. En dat is natuurlijk wel een heel ideaal scenario dat je als JGZ ook betrokken bent bij een school, dus ook regelmatig in die gesprekken deelneemt. En wat mijn ervaring is, dat als je tijdens zo'n gesprek betrokken bent, dan wordt er
worden de kinderen of anoniem, wel anoniem of niet anoniem besproken. En daarin wordt dan ook besproken, bijvoorbeeld als een school er tegenaan loopt van, hey, we hebben misschien een vermoeden dat er nu VGW speelt. Wat kunnen we hiermee doen? En dat je daar samen eigenlijk over in gesprek gaat. Dus de JGZ is natuurlijk ook verantwoordelijk voor signaleren. Ook verantwoordelijk om het actief te bespreken. Misschien ligt die taak wel meer bij de JGZ dan bij school. Het is lastig om te bepalen van, hey, wie is daarin verantwoordelijk. Maar dan is het heel prettig, denk ik, voor beide partijen om daarin over te overleggen van, hey, wat gaat de volgende stap zijn? Ja. En wat doen we daar verder mee? Binnen de jeugdgezondheidszorg hebben we ook altijd iemand die verantwoordelijk is voor kindermishandeling, voor dat onderwerp. Nou ja, daar valt het ook onder. Kan je ook altijd die collega raadplegen. En op een gegeven moment, als je echt sterke vermoedens hebt, dan kan je gebruik gaan maken van de meldcode waarin je eigenlijk stapsgewijs ook wordt geholpen van, hey, hoe pak je dat nou aan? Ja, ja. Even naast dat het gewoon een gevoelig onderwerp is en ook lastig natuurlijk. Ja. Ja, dus eigenlijk zeg jij van als die signalen dan vanuit school naar de JGZ gaan, dan zijn er nog steeds verschillende dingen mogelijk. Maar bespreek vooral goed bij wie welke rol ligt in die signalering en vervolgens ook in het gesprek aangaan. Ja, zeker. En wat misschien ook kan helpen, kijk, bij sommige gezinnen zijn er gewoon wat meer betrokkenen. En dan is bijvoorbeeld, ik werkte bij de GGD regio Utrecht, maar dat was het Centrum Jeugd en Gezin, een andere partij die soms heel erg veel meer betrokken waren bij een gezin dan wij. En dan was het wel fijn dat iemand van het CRG juist dat lijntje was die de eerste stap zette. En dat wij daarna misschien kwamen, of de school. Maar soms is het juist lastig om te bedenken, ja, hoe pak je dit tactisch aan? Want als wij als GGD misschien in gesprek gaan, ja, dat is misschien voor ouder helemaal niet prettig, omdat we die niet zo vaak zien. Dus ik denk ook dat je daarin met elkaar misschien afspraken kan maken en dat dat per kind natuurlijk ook anders is. Ja. 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 Dus eigenlijk zijn er ook allerlei andere betrokkenen. En is het misschien voor een docent ook niet altijd noodzakelijk om meteen van alles in gang te gaan zetten, maar zit het hem vooral echt in dat stukje signaleren? Ja. En Ja. ik zie nu dat Jacobien ook benoemt dat je altijd advies kan vragen aan Veilig Thuis. Zeker ook aan te bevelen. Oké. Dat is een hele goede tip. Je kan altijd bellen en vragen om advies. Het hoeft niet te betekenen dat je gelijk een melding maakt. Nee. En hoe kun je daar nog wat meer over vertellen? Dus hoe ziet dat er dan uit? Nou, wat mijn ervaring daarbij is. Ik heb ook andere. Ik heb gezinnen gehad waarbij ik niet pluisgevoel had. En het ging niet per se over VGV, maar ik heb toen de meldcode gevolgd. En daarin staat ook, overleg het eerst met een collega. Nou, die had ook eigenlijk een niet-pluisgevoel. En toen hebben we de stap gezet, hey, we gaan nu Veilig Thuis bellen. En dat hebben we gewoon anoniem hebben wij om raad gevraagd, zeg maar. En die gaven ons tips van, hey, ga nog één keer in gesprek met het gezin. En als het dan niet lukt, benoem bij het gezin, hey, we gaan Veilig Thuis inschakelen en dan zodoende. Nou, dat is gelukkig goed afgelopen. Maar je kan altijd bellen. Ja. Ja, dus echt een sparringspartner ook. Zeker, ja, Ja, echt. mooi. Nou, we hebben natuurlijk vandaag ook nog wat verder over het onderwijs, hè? En vervolgens de JGZ dan eigenlijk de volgende stap. Wat kun je eigenlijk doen vanuit de JGZ om docenten te ondersteunen in het signaleren van VGV? Nou, ik denk allereerst dat bewustwording natuurlijk heel belangrijk is. Ook wat we nu doen met deze webinar. Heel goed dat dit er is. En ik denk dat nu ook veel professionals binnen het onderwijs ook bewuster zijn waar ze misschien op moeten letten. Maar ik denk dat die taak ook wel bij de JGZ kan passen. Als de JGZ bijvoorbeeld aan het begin van het jaar bij een school komt en zichzelf voorstelt. Of nou, misschien kennen ze elkaar natuurlijk al. En daarin kan de JGZ uitleggen, hè, wat de JGZ voor school kan betekenen. Ook voor het stukje kindermishandeling waarbij VGV bijvoorbeeld past. Kijk, bij de JGZ krijgen we vaak meldingen als er een risico loopt, als een kind risico loopt op VGV. En dan, ja, nou ja, het meest ideale scenario heb je die meldingen een beetje op je netvlies bij een bepaalde school bijvoorbeeld. En dan kan je ook de school gaan informeren, hey, dit is VGV, kennen jullie dit? We zien dat het voorkomt bij een bepaalde doelgroep binnen deze school.
En dat je vanaf dat punt al in gesprek gaat en dan al met elkaar bespreekt van hey, wij, ja, dat misschien de school ook zegt, hè, wij zien, oh, dit, hier hebben we nog niet aan gedacht, wij zien bepaalde signalen. Dat je als je zet ook, ja, als je die kennis hebt, de kennis deelt natuurlijk. Dus ik denk dat dat al een mooie eerste stap is. En het is nou natuurlijk niet het begin van het schooljaar, maar mochten er nou JGZ-professionals hier zijn, hè, en mocht je nou denken, nou, dit is misschien een idee. Het kan altijd dat je een gesprek inplant met school en het toch nog even vertelt van, hey, wat kunnen wij als GGD betekenen? Dus Ja. ja, dat zou mijn advies zijn. En wat moet er dan concreet in zo'n gesprek, in zo'n startgesprek eigenlijk aan bod komen? Wat is belangrijk om daarin echt te bespreken? Ja, om in ieder geval afspraken te maken. Hè, hoe vaak zien we elkaar? Wat kunnen we van elkaar verwachten? En naast alleen preventie, wat de jeugdgezondheidszorg doet, ook gaan ook uitleggen waarvoor een waarvoor de GGD nog meer zeg maar, van dienst kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan lespakketten. De GGD heeft ook bepaalde lespakketten. Bijvoorbeeld onderwijs over seksuele gezondheid kunnen ze ook een lespakket aanbieden voor in groep 7 bijvoorbeeld. Dus ja, eigenlijk datgene wat iedereen waarschijnlijk ook vermoedt van de GGD, misschien juist kijken van hey, wat kunnen wij daarnaast nog bieden aan scholen. Ik denk dat dat wel ja, belangrijk is en kijken wat een school nodig heeft. Want het is echt per school ook weer anders natuurlijk. Ja, maar het helpt dus in ieder geval om aan te bieden van hé, dit kan ik betekenen vanuit de JGZ en weet me vooral ook te vinden. Ja. Zeker, ja. Nou ja, ik denk ook een mooie oproep voor alle JGZ-professionals die vandaag aanwezig zijn. Dankjewel Sabine, ook voor de toelichting vanuit de JGZ, ook zodat het wat duidelijker is van wat gebeurt er nou eigenlijk vervolgens met signalen rondom VGV. Dankjewel. Geen dank. Ingrid, zou ik jou mogen vragen of er in de tussentijd al vragen binnen zijn gekomen? Zeker. Ik ben ook even in beeld. Eentje die twee keer voorbij is gekomen is wat de gevolgen zijn voor de ouders. Dus dat is misschien wel een belangrijk om te beantwoorden. Ja. Nou, dan vraag ik of Sabine er weer bij wil komen. Ik zit even te denken, wat zijn de gevolgen voor ouders in de zin van als er een melding wordt gemaakt, sowieso. Wat er dan gebeurt? Ja, denk ik, wat een melding wordt gedaan, maar ook als ze überhaupt hun dochter laten besnijden. Ik denk dat het al op. Ja, heb je daar een eerste antwoord op, Jana? Ja, nou ja, in Nederland is er sowieso een nou ja, het meisjesbesnijden is strafbaar. De maximale straf is 16 jaar. En ja, dat is eigenlijk als eerste een consequentie voor ouders. Het is nog nooit voorgekomen in Nederland dat er ook daadwerkelijk een strafproces is gedaan. En dat geeft misschien ook wel aan hoe moeilijk dat kan zijn om ja, ook die melding te doen. Dus dat is misschien een eerste antwoord, maar geeft wel aan wat de consequenties en gevolgen voor ouders kunnen zijn. Ja. En een navolging op die vraag kwam ook nog van in hoeverre het bekend was dat we ook al VGV hebben kunnen voorkomen door te signaleren en op tijd in gesprek te gaan. En dan is de vraag of daar cijfers over zijn? Of... Ja, of iemand de Rut die vraagt of dat inderdaad ook al een keer gelukt is om het te voorkomen. Nou, om te voorkomen, dat weet ik niet. Denk maar het wel. Dat denk ik ook wel, ja, want het wordt al wel gebruikt in de jeugdgezondheidszorg. Wordt het al besproken, worden ouders al bewust gemaakt. Mijn ouders krijgen ook een verklaring, VGV-verklaring, om het maar zo te zeggen. Dus als ouders bijvoorbeeld naar land van herkomst gaan, dan krijgen ze een verklaring mee waarin duidelijk staat dat het verboden is in Nederland. Dat is ook in verschillende talen te gebruiken, zeg maar. Dus daarin hebben zij ook voor zichzelf ook een bewijs om aan de familie te laten zien van hé, dat gaan we niet doen of dat mogen we niet doen als ze niet voor zichzelf kunnen opkomen om welke reden dan ook. Maar dat ze duidelijk kunnen zeggen hé, als wij dit gaan doen, dan komen we terug in Nederland en dan, ja, dan heeft dat weer gevolgen dat het strafbaar is. Dus er worden zeker wel, ik vermoed dat het wel al is komen, ja. Tenminste. De pogingen Zeker. zijn zeker gedaan. Ja, ik denk inderdaad dat het mooie aan onze Nederlandse ketenaanpak, waarin eigenlijk allerlei verschillende
professionals aangehaakt zijn, is dat we heel erg ook juist op die preventie zitten. Dus vanuit de JGZ worden die preventieve gesprekken gevoerd. En ik denk ook dat als er vanuit school of andere professionals alertheid is op die signalen, dan zitten we daar met elkaar dus ook heel erg op. Dus dat maakt wel dat ook in die preventieve kant, dat het eigenlijk op die manier kan worden voorkomen. Ja. Ja, er wordt ook nog getipt dat je altijd met Veilig Thuis ook advies kan vragen. Je hoeft niet per se een melding te doen, maar je kunt ook een adviesgesprek aangaan. En Salwa, die tipt nog dat het echt een taak is voor de sleutelpersonen. Ik weet Ja. niet, Salwa, ben jij nog hier in... misschien kan je dat toelichten? Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Salwa Hamad. Ik ben sleutelpersoon GGD IJsseland en EFSAN en ook trainer VGV. ik vind eigenlijk de grote rol direct bij de sleutelpersoon, die mogen ingezet worden als er sprake is van bedreiging van meisjesbesnijdenis of een signalen die vanaf de school of zo. De sleutelpersoon die kan makkelijk in gesprek gaan. En wij zijn eigenlijk bemiddelaar of de brug tussen de professional en de doelgroep. Wij spreken de taal wel, wij kennen de traditie wel, wij hebben meegemaakt. Dus als wij ingezet, wij kunnen eigenlijk de mooiste brug die kan het gesprek voor de professionals makkelijk maken. Dus ja. Dat is eigenlijk een beetje de... En iedereen die kan de sleutelpersoon benaderen. Dus onze gegeven als sleutelpersoon die staat overal eigenlijk, bij WAROS en bij EFSA. Dus bij de GGD ook. En wij staan altijd klaar voor. Ja, goed dat je toevoegt, Sal, want ik denk inderdaad dat dat een hele belangrijke rol is. Kun je daar misschien, heb je een voorbeeld daarvan, hoe zo'n gesprek dan gaat? Of kun je daar iets meer over vertellen nog? Ja, eigenlijk, ik word heel vaak ingezet in zo'n situatie bijvoorbeeld. Last op school van een meisje uit Sudan. Dus zijn drie zussen. Hun moeder is besneden is en twee meisjes, de jongste niet. Twee meisjes ook besneden is. En de moeder en de vader die gaan naar Sudan voor de vakantie. En voor die tijd hebben we eigenlijk zo'n gesprek gehad bij de jeugdzorg. En ik word daar ingezet. Door de signalen van de JGZ-medewerkers. En toen ging ik in gesprek met de moeder en zo. De moeder heeft tegen mij gezegd, ik ga met jou in gesprek, maar waarom ga jij dit doen eigenlijk? Dit is onze traditie. Dus, en ik ben besnijden, mijn dochter zei besnijden, ik wil graag ook mijn jongste dochter besnijden. En toen begon ik met haar gewoon een gesprek, zo makkelijk over de meisjesbesnijdenis en waarom wordt dat gedaan bij ons eigenlijk. En ik heb met haar meer de risico. Ik heb tegen haar gezegd dat ik heb ook twee dochters die heb ik hem beschermen tegen meisjesbesnijdenis. En ik heb met haar gewoon in gesprek gegaan. En daarna eigenlijk de professional zit tussen ons. Ik ga met haar praten en daarna vertalen van de professional. Kom ik terug met de vragen van de professionals bij haar. Dus uiteindelijk, wij hebben zo'n conclusie gemaakt dat wij moeten gewoon naar de eind komen van dit gesprek. En toen hebben wij en die mevrouw gewoon waarschuwing over de wit verboden in Nederland. En wij hebben haar ook die paspoort gegeven, verklaring. Ja. En wij hebben tegen haar gezegd, ook als zij op vakantie gaat en je komt terug, kan de dokter of de verloskundige, kan jouw dochter worden gekeken eigenlijk. Dus wij hebben eerst het gesprek heel erg makkelijk en met heel geduld en zo. Maar die vrouw is zo bij haar gedachten blijft. En toen wij moeten gewoon een beetje streng zijn. En het is gelukt. Die meisje is gered. En nou, die meisje is nu 11 jaar geloof ik. En die is niet besneden. Wat goed om te horen zeg. Ja. Ja. Salwa, Jacobien van de GGD Groningen vraagt of elke GGD een sleutelpersoon kan bellen. Of dat ja. regio gebonden is. Ja, elke regio heeft een sleutelpersoon. Overijssel heeft een sleutelpersoon. Alle gegevens staan bij de GGD.
Dus als contact opgenomen met Martina Post. Dus Martina die eigenlijk de leidinggeving van ons. Dus ik wens haar ook vanaf hier beterschap dat zij geopereerd is. En kan iedereen die de slotte persoon benaderen. Ja, moet ik wel en op, even... de website van de GG van Faros kan je ze ook terugvinden, waar de sleutelpersonen te vinden zijn. Ja, elke regio heeft een bepaalde sleutelpersoon. Dus, dat is bekend is bij de GGD of bij Faros of EFSA. Dus alle die instanties kunnen jullie benaderen. Ja. Dankjewel, Sarah, voor deze mooie... Nou, eigenlijk ook voor dit succesverhaal. En ook om een duidelijk beeld te schetsen van hoe kunnen sleutelpersonen nou samenwerken om het gesprek aan te gaan en ook een stuk te informeren zoals je beschrijft. Dus dankjewel. Graag gedaan. Ja, verder wordt er in de chat nog gewezen op de richtlijn VGV, dus het standpunt VGV voor de JGZ. En misschien is het dan ook wel goed om te vermelden dat wij nu vanuit VAROS samen met TNO bezig zijn met het ontwikkelen van een richtlijnmodule VGV, die straks wordt opgenomen in de nieuwe richtlijn kindermishandeling. Dus we hopen dat die straks, en dan is het echt een richtlijn, nu is het nog een standpunt voorkomen van VGV, maar dan is het echt een richtlijn die opgenomen wordt. Dus dat is denk ik ook nog goed even kijken. Volgens mij was er nog een opmerking. Kun je de kinderen verplicht laten controleren als ze in het buitenland zijn geweest? Volgens mij is dat... Dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik een ethisch dilemma waar veel professionals mee zitten. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat je dat het beste met je eigen team of eigen GGD kan bespreken. Van, hey, hoe pakken wij dit aan? Ik denk dat het ook per GGD ook weer anders is. Ik weet het niet. Volgens mij moet er een melding gedaan zijn. Kan het alleen maar via veilig alleen thuis dan, en een forensisch arts die dan... Ja. Maar ja, als jij dus inderdaad geen pluis... Dus, niet een goed pluisgevoel hebt, om maar even zo te zeggen, dan heb je al recht om misschien de meldcode al in te zetten. Want dan heb jij niets zonder reden. Ja, je bent eigenlijk verplicht inderdaad. Je hebt natuurlijk al een gevoel van, hey, dit klopt niet. Dus dan kan je al daar naar kijken. Ja. Ja, maar je kunt de kinderen niet verplicht laten controleren als ze in het buitenland zijn geweest, volgens mij. Ik ook niet. Nee, dat is inderdaad hoe je het zegt, Ingrid. Dat is echt vanuit een melding, dan kan het. Dan komt er inderdaad een forensisch arts bij kijken. Maar het is niet automatisch zo dat als een kind terugkomt vanuit vakantie naar Nederland, dat het dan verplicht kan worden om te worden bekeken. Nee. Er wordt nog gevraagd wanneer de nieuwe richtlijnmodule komt. We zijn net begonnen. Als die eind 2025 klaar is, dan zijn wij helemaal blij. Tot dat toe is het standpunt wat er nu is van kracht. En Tamara vraagt nog of er een maximale leeftijd aan de besnijdenis zit, of iets van een gemiddelde leeftijd. Wanneer de besnijdenis uit wordt gevoerd, neem ik aan. Ja, dat is eigenlijk een beetje vanuit die basisinformatie die ik gaf. Over het algemeen is de leeftijd dus tussen 4 en 12 jaar. Maar zoals ik ook vertelde, migratie kan daar wel een belangrijke rol in spelen. Dus bijvoorbeeld als een vrouw op jongere leeftijd bijvoorbeeld naar Nederland is gekomen en op latere leeftijd weer teruggaat, dan kan dat ervoor zorgen dat mevrouw alsnog wordt besneden. Dus het is lastig om te zeggen of daar echt een gemiddelde leeftijd, maar over het algemeen zien we dus tussen 4 en 12 jaar. En daarom staat er volgens mij in het standpunt ook dat je op verschillende momenten als het kind bij de JGZ komt, het gesprek aan moet gaan, denk ik. Ja, en goed hierbij is om nog te weten dat dat eigenlijk ook heel erg afhankelijk is van achtergrondredenen waarom een meisje wordt besneden. Hè? Dus als het vanuit een idee wordt van, om van meisje naar vrouw te gaan, echt als een overgangsritueel, kun je voorstellen dat dat op een andere leeftijd plaatsvindt dan bijvoorbeeld hoe we nu veel in Indonesië zien, waar meisjes echt al een paar dagen na de geboorte worden besneden. Dus ook die achtergrondinformatie is eigenlijk heel belangrijk om te weten van, nou, wat speelt er nou eigenlijk bij dit meisje of bij dit gezin? Er komt nog een vraag binnen. Weten meisjes zelf of ze besneden zijn? Pubers lijken vaak niet te weten waar je het over hebt.
vraagt Francisca. Ja, goeie vraag. Sabine, heb jij daar ervaring mee? Zal ik hierop reageren? Ik zag jou al nee knikken. Ik heb er geen ervaring mee, maar ik weet wel dat ze het vaak ook niet weten. Totdat ze weten hoe de genitalia van... totdat ze bij bijvoorbeeld een les over seksuele gezondheid erachter komen dat dat toch anders is. Omdat het blijft binnen de familie vaak. Ik weet niet of jij daar aanvulling op hebt, Jena. Nee, ik denk inderdaad dat het geval is. En ik kan me ook voorstellen dat dat daarin ook weer uitmaakt op welke leeftijd het plaats heeft gevonden. Maar ja, mijn ervaring vanuit de praktijk, verhalen die ik heb gehoord, is dat dat best wel wisselend is of meisjes hier zelf bewust van zijn dat dat is gebeurd. Ik heb nog een interessante vraag, maar ik moet even kijken of ik hem moet duiden. Het is van Nanja. Hoe kunnen we voorkomen dat kinderen last van restverschijnselen heeft als openheid leidt tot melding? Ik denk dat je bedoelt dat dus inderdaad als het tot... Misschien wil Nanja de vraag even toelichten, wat ze precies bedoelt. Ja, ik ben Nanja. Ik ben jeugdarts in Amsterdam. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is als er besneden is, dan heb je kans op blaasontstekingen, miskramen, vroeggeboorte, nou ja, alles wat jullie ook weten. En ik probeer dan altijd te zeggen van, nou ja, dit is gebeurd, maar weet dat de huisarts moet het weten, jullie specialist moet het weten, iedereen moet het weten, want dan kan je in ieder geval zorgen dat je geen last van de verschijnselen verder hebt. Dus er zit ook openheid, kan ook iets bieden. En verder vind ik dat je inderdaad continu in gesprek moet bij de signalen vooraf en zoveel mogelijk doen. Dat zit ook behoorlijk in ons werk, maar ik vind dat achteraf moeilijk. Vooraf motiveren van met al die empowering dingen, dat zie ik zitten. Maar achteraf denk ik, ja, waar doe je het beste mee? En dat is mijn vraag. Ja. Denken jullie daarover? En waar zit de moeilijkheid voor je in? Kun je dat nog wel concreter maken? Nou, zoals Inge, jullie vroeger stelden de vraag van wat is het, even kijken, wat is het risico voor ouders als ze een kind hebben laten besnijden? En dan denk ik meteen van, ja, oké, daar zit misschien allerlei risico aan, maar het hoofdrisico is voor het kind zelf. En je wil voorkomen dat die, doordat er gezwegen wordt, meer risico's loopt. Ja. Ja. Dus daar moet je mee dealen met de een en de ander. En ik ben benieuwd hoe daarover gedacht wordt. Ja, hele goede vraag. Ik denk dat voorlichten daarin ook een hele belangrijke rol speelt. Dus ook, Sabine zei het net ook al even, soms is er weinig bekend over wat nou precies de consequenties kunnen zijn, wat de gevolgen kunnen zijn, ook voor het meisje zelf dan in dit geval. En worden de klachten die zij ervaren soms ook niet altijd gekoppeld aan het besneden zijn. En ik denk dat dat daarin ook heel erg kan helpen om echt te kijken van oké, wat heeft het meisje dan daarin nodig? Dus dat lijkt mij in ieder geval een eerste belangrijke actie. Ik weet niet of jij daar toevoegingen aan hebt, Sabine? Nee, maar ik dacht wel aan een sleutelpersoon die daar dan zelf vanuit eigen ervaring misschien ook wat over kan vertellen. Dat dat zeker helpend is als je die tot beschikking hebt natuurlijk. Dus als je denkt, ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken, dan zou het voor jezelf misschien ook heel fijn zijn als je dan een sleutelpersoon erbij hebt. Ja, dat je samen daarmee kan werken. Ja, mooi. Ingrid, zijn er nog meer vragen die binnenkomen? Nee, dus ik wil even heel onbeleefd zijn en nog even reclame maken. Heel goed. Want we hebben gezien nu al een paar keer van, ja, hoe weten meisjes het nou? Of weten ze überhaupt al dat het voorkomt? Of de leerkrachten weten vaak ook niet. We hebben natuurlijk vorig jaar de campagne Recht op Nee ontwikkeld binnen het project Schadelijke Praktijken. Waarin een aantal hele mooie filmpjes zijn gemaakt die ingezet kunnen worden. Die een beetje van bewustwording zijn, maar ook herkende signalen. Dus ook bij de potentiële slachtoffers. En het zijn ook wel hele mooie filmpjes die je in kunt zetten om überhaupt over in gesprek te gaan.
Dus, ik maak even gebruik, misbruik van het webinar om weer even te wijzen op check recht op nee. Dus de website heet rechtopnee.nl. En het zijn ook filmpjes die op Insta en TikTok staan. En er komt net weer een nieuwe reeks worden volgens mij vandaag gelanceerd. Dus doe er je voordeel mee. Hartstikke goed. Ja, en ik denk ook zeker in het kader van het onderwijs dat het een hele mooie gespreksstarter is. Ook zeker voor onderwijsprofessionals.